Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSP Divo en more. En vandaag gaan we op pad met de Tesla Model S. Zoals ik had beloofd, de Model S P100D. Die, ik zeg dat en ik ga achteraf kijken en het is helemaal niet op GTA 5 mods te vinden. Dus nu hebben we de P90D. En die is ook snel, vind ik. Toch Ambu, die dan net prio A1 reed en nu niet meer. Dit is hem in het wit. Ja, ik vind hem eigenlijk wel mooi in het wit. Ik vind sowieso voertuigauto's wel mooi in het wit. Dat is smaak. Van binnen ziet hij er zo uit. Ik zal hem even openmaken. Dit wordt gewoon een hele auto review. Je hebt een heel groot scherm, daar kun je heel veel dingen mee. Daar kun je eigenlijk een hele auto besturen. Geen knopjes meer, hij is automaat. Rechts nu zeg maar. Daar zo. Dat ding. Daar R en DP, dus dan kun je de stand, dus hoe je wilt rijden. De D is natuurlijk de drive, de R is reverse, dus achteruit. En de P is stop. Kennen jullie denk ik ook wel als jullie Ambu channel kijken, want de Mercedes heeft dat ook zo'n ding. Dus je ziet hem wel eens zo, dat ding zo omlaag drukken of dat knopje indrukken. Ja, dan doe je hem omlaag is vooruit te gaan. Knopje indrukken is om stil te staan. En naar boven is voor achteruit rijden. Want zoals de mensen misschien wel weten, of zoals jullie misschien wel weten, in een automaat als je de rem loslaat in zijn drive, dan gaat hij al rollen. Dat is eigenlijk de koppeling. Als ik het goed heb. Maar ja, bijna wel. Goed, ik praat te veel nutteloze dingen. Ik, voor de mensen die politie op hielen niet kennen, het is je moet van punt A naar punt B met 5 sterren politie in een voertuig naar keuze. Deze heb ik gekozen, sorry, jullie mogen op het einde van deze video stemmen op welk voertuig jullie in de volgende politie op hielen willen zien. Normaal zeg ik daarbij tot we niet over de snelweg mogen en alleen binnendoor. Maar wat ik nu ga doen is via de snelweg naar dit punt. Dus eigenlijk wordt het nu niet van punt A, bijvoorbeeld hier waar ik al vaker ben begonnen, naar dit punt, die of die, zo helemaal binnendoor. Nu wordt het alleen maar via de snelweg. Waarom heb ik hier? Omdat ik echt nog niet weet hoe lang het duurt. Mocht het nou mocht ik nou redden tot bijvoorbeeld hier met gemak in 2 minuten, dat is overdreven, dan ga ik misschien nog even door. Maar voor nu gaan we sinds via de snelweg beginnen, wat best moeilijk gaat zijn. Ik heb 60 kogels, kan ik schieten tijdens het rijden, ga ik waarschijnlijk niet doen. Ik heb 2 stickybombs mocht het nodig zijn. Voor de rest heb ik nog dingen die ik moet vermelden. Nee, ik mag 1 keer mijn voertuig fixen, dus eigenlijk heb ik wel iets te vermelden. 1 keer maar mijn voertuig fixen op het moment dat ik denk mijn banden zijn kapot. Alles is kapot en ik moet nu even gassen. En ik heb echt even die fix nodig, dan mag ik dat 1 keer inzetten. Voor de rest kom ik niet aan de trainer. Zoals je ziet heb ik options, geen god mode. En ik heb geen vehicle god mode of verder iets. Dus laten we instappen. Ik doe F4, dat is 10 kilometer. Ik denk dat het wel vrij lang is. Ik denk dat we dat wel dat dit al moeilijk gaat worden. We zetten set freeze wanted level 5 en we zijn vertrokken. Hoor je dat dikke geluid van die motor van de Tesla? Precies, ik ook niet. Lekker muziekje van de 5 sterren. Daar komen 2 helikopters, wij zijn weg. Zoals je weet, Tesla trekt lekker snel op. En we crashen al. What the fuck is dit nou weer, man? En we zijn weg. Ja, wat ben ik lekker bezig, joh. Ik kan beter opnieuw beginnen. Of nu al gaan fixen, want dit heeft geen zin. Oeh, what the fuck. Dat is gewoon een hele snelweg hier. Ja, mensen. Nee. Heb je mij nou echt er tegenop? Oké, dit gaat moeilijker worden dan ik dacht. Ik dacht, dat doe ik even. Maar die hele snelweg is een chaos, dat wil je niet weten. Zo. Rij niet achteruit. Druk me ook niet ertussen. Draai. Ja, we gaan al dood, jongen. We moeten even niet raak schieten. Ik kan beter even naar het strand op gaan. Even bijkomen. Nee, ik ga dood. Met dat open dak ga je dood. Dit is balen, moeilijker dan gedacht. Via de snelweg. Ik ga hier omhoog, ik weet niet waar ik uitkom. Nou, dat kan ik helemaal niet. Dat open dak, dat doet het hem, hè. Oké, we gaan weer beginnen met een schone lijn. Ik ga fix en clean. Ik weet niet waarom clean. En we zijn wel weg. Zo, en nu gaan we even gewoon... Oeh, daar ging al een band. Oh, daar ging nog een band. En nog een.
We gaan zo dood. Ik ga met de zonnepanden rijden. Waarom heb ik ook 10 kilometer gedaan? Na 2 ben ik... Na 2 of anderhalf nog niet eens. 1.2 ben ik er al helemaal klaar mee. De voertuigcontrole is weer helemaal niks. Gassen en rustig blijven. Als je ooit eens wilt driften, moet je volle snelheid met een Tesla over de snelweg. Niet in het echt, hè. Niet in het echt. Hallo, in GTA 5. En je linker achterband kapot laten gaan. Maar dan leer je tegensturen en zo. Ja, als je eenmaal lekker weg bent, dan is het wel... Even afkloppen. Oh, dan is het wel fijn. Maar je moet gewoon niet sturen. Oh, een hert. Hallo. En nog één. Wie schiet er? Wie schiet er? Waarom schieten ze? Ik moet hier weg. Oh, dankjewel. Ideaal. Hier ligt links een hele spijkermat of weet dat ding. Maar, je kunt zeggen wat je wilt. Je hoort nog steeds niks. Ik hoor alleen de velg zo krassen. Die gaat al naar rechts sturen, dat wist ik. Ik sta maar hier tussendoor. In de tunnel. Dan kunnen ze me of heel op verdomme, sorry. Niet schelden. Dat is niet lief. Oh, dat is AT, what the fuck? Oeh, we zijn dood. Hier heb ik gelukkig even geen last van de politie of van heli's. Wat ga jij nou doen? Oh my god, al die banden. Ja. Hier zit ik echt weer helemaal vast. Ik moet die draai kunnen maken. Achteruit, 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 vooruit, vooruit, vooruit. Ah. Hier staat een pion. Ja, dan moet je 4 sterren eens beginnen. Want dan schieten ze denk ik niet. Maar dan zijn ze wel met veel. Oh, sorry hond, ding, kat, was dat? Dikke chaos hier. Ja, ik ben klemgereden. Ik ben gewoon klemgereden. Ik moet zeggen, dit hebben we nog nooit meegemaakt. Maar ze hebben me gewoon helemaal klem gezet. Applaus voor jullie. Applaus, applaus, zeker. Hoe ver zijn we gekomen? Nee, ik vond het... nee, het was moeilijk. Ja, en nu? En nu, ik weet niet hoe lang ik bezig ben geweest, maar ik ga hem wel bij deze beëindigen. Jullie krijgen nu 2 opties in beeld zometeen voor te stemmen. Laat ook even in de reacties weten of jullie het nou graag zien tot ik dan toch nog een tweede kans krijg. In dit geval. Of dat ik... Of dat jullie gewoon zeggen van, nee, het is klaar nu. Ligt aan de tijd. Kijk, als het nu 5 minuten is, wat ik ook al zei, dan vind ik dat zo jammer. Want dan hebben jullie meestal wel door tot ik toch dood ben gegaan. Ik ben tot hier gekomen. Geloof, in die bocht ben ik klem gezet. Want ik was al langs de legerbasis in die bocht. Net nog voor het water. Ja. Dus we zijn, ja, eigenlijk, als je van hier naar hier, dat is niet heel ver. Maar goed. Zeggen jullie van dit moet je nog een keer doen of je moet van dat punt verplicht, hè, krijg je nog 2 kansen. Dus als je dood bent moet je van dat punt verder gaan, maar bijvoorbeeld mag je dan, ik zeg maar iets, 1 band moet je dan kapot schieten. John Deertrekker, hallo John Deertrekker, po, mooi ding, mijn merk, po, kom hier. Ik moet zeggen, jullie gaan, of ja, ik moet niks zeggen, ga lekker stemmen, laat het even in de reacties weten en ik zou zeggen tot de volgende video maar weer. Doei!